Het meest bepalende televisieprogramma uit 60 jaar televisiegeschiedenis is geworden... Man bijt hond. Ik sta hier omdat ik naast programmamaker de stem van Man met Hond ben. Maar eigenlijk zou hier het hele fantastische team moeten staan... van zo'n 30 mensen die dagelijks proberen een kwalitatief goed programma neer te zetten. En dat al een hele tijd. Etenstijd. Het ideale moment om eens rustig de dag door te nemen. Man met Hond schuift graag bij u aan. De samensteller bij Man bijt hond, die stelt samen. Dat is het meest simpele antwoord. Dus dat betekent, Man bijt hond is een magazine, bestaat dus veel verschillende onderdelen. Dus je moet elke dag zorgen van wat heb ik vandaag in mijn uitzending. Het verschilt nog wel eens per programma, maar uiteindelijk is het werk toch meer gewoon op de vloer mensen aansturen en zorgen dat uiteindelijk die uitzending gewoon klaar is. Wat er leuk aan is, is dat je met alle facetten te maken hebt. Dus je hebt zowel met productie te maken, je hebt met de redactie te maken, je hebt met de verslaggeving te maken, je hebt met de montage te maken, je hebt met het creatieve proces te maken in het begin. Dus alle facetten komen voorbij. Dus eigenlijk doe ik het leukste werk, want ik doe van alles wat. Hier kijken we altijd de uitzending. En nou, hier zit de redactie. Dit is mevrouw Bouwman, die is heel belangrijk. En dit is Bibi, die loopt hier stage. Man bijt hond is de beste stageplek in Hilversum. Dat durf ik wel te zeggen. Waar we bij Man bijt hond naar op zoek zijn, is natuurlijk... dat is een beetje de slogan van het programma, om klein nieuws groot te maken en groot nieuws klein. Het gaat bij ons altijd om de persoonlijke verhalen en hoe mensen het vertellen. Het grootste deel van het programma bestaat natuurlijk toch uit mensen, gewoon zoals jij en ik, die een aparte passie hebben. Maar het gaat er altijd om waarom, wat drijft die mensen om dat te doen? De toekomst, dat is een hele interessante vraag, want dat heeft heel erg te maken met de bezuinigingen waar we mee te maken hebben. Wij kunnen het programma nog eindeloos maken, voor mijn gevoel. Het houdt niet echt op. Het droogt niet op. De ideeën drogen niet op en de mensen zijn er ook nog steeds. Alleen de vraag is natuurlijk in de toekomst of het betaalbaar kan blijven. En er zullen toch keuzes gemaakt moeten worden in de toekomst. De bezuinigingen, ja, die gaan wel of niet ten koste op een gegeven moment van de programma's.